We willen benadrukken dat op een gegeven moment is dat noodbevel gegeven. Om welke redenen je dan ook op het museumplein bent. Op een gegeven moment geldt dat noodbevel voor een ieder. Moet iedereen zich verwijderen. Of je daar nou was om te demonstreren of om samen te zijn of om op te komen voor anderen. Dan is het gezag aan de politie en dan heb je dat op te volgen. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan is je vrijheid niet duur. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Het land dat ik kende als een plek waar mensenrechten werden gekoesterd, lijkt te veranderen in een land waar kritische stemmen worden gemonitord en onderdrukt. Nederland was ooit trots op zijn vrijheden. Maar hoe vrij zijn we nu nog als vreedzame demonstranten worden vervolgd en het recht om te demonstreren steeds verder wordt ingeperkt? Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan het Hof. Hier heb ik nu de ruimte gekregen om mijn verhaal te doen. En dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin het voor veel mensen moeilijk is om hun stem te laten horen. En ik hoop dat mijn woorden niet alleen gehoord worden, maar ook bijdragen aan het behoud van een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn mening te uiten zonder angst voor repressie. Gaan we weer verder. De verbouwingsverbod is groot. We hebben in een aantal zaken nog een repliek, een reactie van het Openbaar Ministerie. Daar gaan we mee beginnen. En dat is volgens mij in de zaken van meneer Kleijman, mevrouw Nieuwenberg en meneer Hens en meneer Wiet. Dat zijn de zaken waarin we pas één ronde hebben gehad. En u acht zich in staat om in al die zaken te reageren? Ja, zeker. Ja. Gaat uw gang. Want vooropgesteld dat we ook naar bij die reacties natuurlijk goed hebben geluisterd. En het ook prettig is te horen wat de standpunten zijn. Maar we verschillen simpelweg wel van mening op heel veel aangehaalde punten. En we zouden in herhaling vallen als we dat nog een keer aan de orde zouden stellen. Maar we hebben wel degelijk geluisterd naar alle verweren die zijn gevoerd. Wat we wel naar voren willen brengen, en dat hebben we meerdere keren gehoord, is het feit dat bij het optreden van de politie ook geen 1,5 meter in acht is genomen. En dat bij de omstandigheden van de aanhouding, het vervoer van de bussen en wellicht ook op het politiebureau. En heeft ook aangegeven het spuiten met water, dichter op elkaar brengen van mensen, dat de 1,5 meter niet is gewaarborgd, maar ook dat bijvoorbeeld door dat nat spuiten ook de gezondheid misschien geraakt zou worden. Maar we willen wel benadrukken dat het noodbevel en het afgeven van het noodbevel om meerdere redenen is afgegeven. Niet alleen maar omdat 1,5 meter regel niet werd nageleefd. Maar we hebben, en ik heb al eerder verwezen naar de pagina nummers 15 en 16... waarbij we al die punten waarop het noodbevel is afgegeven hebben opgezond. Die waren allemaal aan de orde. En natuurlijk zijn we ervan bewust dat uiteindelijk dan bij een aanhouding, bij het vervoer van de bussen, ook niet die 1,5 meter regel in acht wordt genomen. Maar dat is wel de consequentie geweest van de aanhouding. Dat wil niet zeggen dat het noodbevel niet rechtmatig is gegeven. We hebben ook oog gehad voor die omstandigheden bij de aanhouding. Dat hebben we ook al eerder aangegeven dat lang gewacht moest worden, lang op onthoud. Dat er wellicht te weinig toiletten ook beschikbaar waren in eerste instantie. En die omstandigheden hebben we uiteindelijk tot uitdrukking gebracht in de strafmaat. In de zaak van meneer Wietma is ook nog aangegeven, hij heeft gezegd, ik was daar omdat ik opkwam voor anderen. Ik was als het ware een ooggetuige. Ik was daar niet om te demonstreren, maar ik was daar met een ander doel.
We willen benadrukken dat op een gegeven moment is dat noodbevel gegeven. Om welke redenen je dan ook op het museumplein bent. Op een gegeven moment geldt dat noodbevel voor een ieder. Moet iedereen zich verwijderen. Of je daar nou was om te demonstreren of om samen te zijn of om op te komen voor anderen. Dan is het gezag aan de politie en dan heb je dat op te volgen. En dat geldt dus ook voor uiteindelijk voor meneer. Hij heeft ook betoogd dat de loco-burgemeester niet bevoegd is, maar op basis van artikel 37 van de gemeentewet treedt de loco-burgemeester in de schoenen van de burgemeester. De taken wat betreft openbare orde en veiligheidsbevoegdheden liggen inderdaad bij de burgemeester, maar de burgemeester kan bepalen wanneer de loco-burgemeester hem vervangt. En dat is in dit geval, of haar vervangt, en dat is in dit geval ook gebeurd. Dus de loco-burgemeester was bevoegd tot het afgeven van het noodbevel. En tenslotte willen we benadrukken dat, ook dat is betoogd door verschillende mensen, dat het museumplein wel degelijk geschikt was voor een demonstratie. Maar het bepalen van de plek waar die demonstratie plaatsvindt, dat is niet aan de demonstranten zelf op dat moment. Dat wordt bepaald op basis van openbare orde en veiligheid. En we willen benadrukken dat de beschikking van de voorzieningenrechten van 17 januari, dat daarin is bepaald dat wel degelijk het aanwijzen van een andere plek ook in stand is gehouden. Daar willen we het bij laten. Goed. Nou, meneer, we hebben uitgebreid besproken hoe het met uw zaak verder zal gaan. U heeft dan nog een tweede termijn op 5 november. Dan neemt u even de tijd voor. En tevens het laatste woord. Dus dat betekent dat ik in uw zaak nu het onderzoek onderbreek. Dat had ik al gedaan in de zaak van meneer Boer. Dat zeg ik nog even voor de volledigheid. En we zien u ook terug op die 5 november. Voor ook nog een reactie van het OM. Dus de hele tweede termijn eigenlijk van het OM en van u. Plus uw laatste woord. En op die 5 november hebben we dan ook mogelijk meneer Boer, die door Sikkema werd bijgestaan, ook voor dat laatste woord. Dat is wat er tot nu toe in mijn lijst staat van wat er naar 5 november gaat. En dan is even de vraag of het daarbij kan blijven of niet. En dat zullen we het komende uur wel gaan merken. Eens kijken. Dat betekent dat er nog voor een aantal van u een gelegenheid is voor een tweede termijn. He, voor meneer Kleinman, voor mevrouw Nieuwen, meneer Hennis en ook voor meneer Kamaats, meneer Koen en mevrouw Van Doel. En ik laat het aan u zelf over of u zegt van nou, ik wil daar een splitsing aanbrengen. En dat u eerst zegt van ik wil nog even op een paar concrete punten reageren die nog naar voren zijn gebracht door de advocaat-generaal. Daarna uw laatste woord. Als u maar het laatste spreekt op deze zitting, dat is waar het uiteindelijk om draait bij het laatste woord. Dus ik wil ook u de mogelijkheid bieden dat u dat gewoon samen neemt. Zal ik bij u beginnen, mevrouw? Krijg ik nog een eerste termijn? Nee, uw advocaat heeft twee termijnen gehad. Oh, ja. Ik zou nog een paar dingen willen zeggen eigenlijk. Dan doet u dat bij uw laatste woord, toch? Die gelegenheid geef ik nog. Ja, okay. Ja? Daar is het laatste woord dan voor. Ja. Mevrouw van Dijk. Microfoon misschien nog even. Kan ook naar voren komen, ja. Ik wil graag mijn laatste woord doen. Geacht Hof en aanwezigen. Vandaag sta ik hier niet alleen om mijn laatste woord te spreken, maar ook namens al diegenen die zich in stilte zorgen maakten, die zich niet gehoord voelden en die zijn vergeten in de chaos van de afgelopen jaren. Ik wil graag beginnen met een citaat uit het nummer Over de Muur van Klein Orkest uit 1983. Een lied over Berlijn, een stad die destijds verdeeld was door een muur. Ik zal het jullie besparen om het te zingen, maar ik wil toch drie regels delen die de afgelopen 3 jaar veel naar boven kwamen. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, dan is je vrijheid niet duur. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan, als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan? Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is hij waard? Want iemand die afwijkt, voor gek wordt verklaard.
Ik had nooit gedacht dat deze woorden ook op Nederland van toepassing zouden worden. Toch lijkt het alsof we steeds meer met onze rug tegen de muur staan wanneer we onze stem willen laten horen. Als kritisch en bezorgd mens word je tegenwoordig al snel bestempeld als complotdenker, wappie of zelfs gevaarlijk. Voor corona werd ik gezien als een sociaal betrokken ondernemer. Maar sinds ik me uitspreek over de maatregelen, word ik door onze overheid als een bedreiging, als een terrorist gezien. Ik ben in 2020 gaan demonstreren omdat ik mij zorgen maakte. Ik maakte mij zorgen om de maatregelen die er werden genomen, omdat zij onze gezondheid en onze mensenrechten schaden. Ik maakte mij vooral zorgen over de verborgen slachtoffers van de maatregelen. De mensen die niet zichtbaar waren in de media, maar die wel degelijk lijden onder het beleid. De media brachten alleen eenzijdige berichtgeving zonder ruimte voor een ander geluid. De nuance verdween en de polarisatie groeide. Voor elke demonstratie schreef ik een post waarin ik uitlegde waarom ik daar stond. Helaas heeft dat mij ook al eens een arrestatie voor opruiing opgeleverd, ook al is dat later stilletjes door het Openbaar Ministerie geseponeerd. Blijkbaar was dit puur bedoeld om te intimideren. Ik wil graag een klein stukje van die post van die dag voorlezen. Ja. En met die dag dat krijgen wij ook van 28 hè? Maart. Ik kan hem digitaal toesturen. Ja. Ja. Vandaag ga ik weer naar het Museumplein in Amsterdam. Voor alle verborgen slachtoffers van de maatregelen. Voor de ouderen die opgesloten hebben gezeten. En voor de kinderen die hun kindertijd verloren. Voor de ondernemers die hun bedrijven zagen instorten. Ik laat mijn stem horen voor onze vrijheid. Voor de mensen die vergeten zijn en voor de slachtoffers die nog zullen vallen. Ik had meer regels, maar dan wordt het hier wel een heel lang verhaal. En wat ik er altijd onderaan zette was: ik ga vandaag weer naar het Museumplein in Amsterdam. En wat doe jij? En om die reden ben ik dus wel eens opgepakt vanwege opruiing in ons Nederland. Maar dit was ook de reden waarom ik toch steeds weer naar demonstraties ging. Ja, het was misschien makkelijker geweest om gewoon thuis te blijven en gewoon door te leven zoals ik dat altijd deed. Zoals velen ook gedaan hebben. Maar ik wilde toch mijn stem laten horen. In plaats van dat mijn stem werd gehoord, werd ik gemonitord door de NCTV, werd ik geïntimideerd, ben ik vele malen ingesloten, nat gespoten, neergeknuppeld, opgesloten, geboeid en vervolgd. Mijn gegevens in het basisregister personen is inmiddels meer dan 851 keer opgevraagd door politie en marechaussee sinds september 2020. De 17 jaar daarvoor 0 keer. En niet alleen mijn gegevens worden opgevraagd, maar ook die van mijn partner, ouders en kinderen. Want alleen de vogels vliegen van en naar het Museumplein. Worden niet ingesloten, ook niet nat gespoten. En eigenlijk moet ik er ook nog aan toevoegen, ze worden ook niet neergeknuppeld, gegijzeld en afgevoerd zoals wij dat zijn. Het doel van de overheid was wel bereikt. Het zorgde wel degelijk voor een chilling effect. De demonstraties werden onterecht verboden en er werd extreem veel politiegeweld ingezet. Denk aan het geweld op 14 maart 2021 op het Malieveld, waar zelfs Amnesty en de VN-rapporteur voor marteling zich over uitspraken. Of de insluiting van 1500 demonstranten op 20 maart 2021 aan de Leidse Kade, waar mensen urenlang werden gegijzeld, nat gespoten in de kou en uiteindelijk in het kader van volksgezondheid in bussen gepropt en buiten de stad gedumpt. En je moest zelf maar zien hoe je thuis kwam. Dat chilling effect was al voelbaar op 28 maart 2021, want er waren duidelijk minder mensen op het Museumplein die dag. Maar blijkbaar moest er nog een laatste klap op worden gegeven met een onterecht gebiedsverbod voor 90 dagen, zodat ook wij daar niet meer aanwezig konden zijn. Ik weet hoe moeilijk het is om een straatverbod te krijgen wanneer je door iemand wordt bedreigd. Maar het was nog niet voldoende voor het Openbaar Ministerie. Zij wilden ons ook nog eens vervolgen met schijnprocessen. De politierechter wilde niet toetsen of het noodbevel wel rechtmatig was en wilde onze kant van het verhaal niet horen. Dat klopt niet in een democratische samenleving. En daarom stond ik daar. De overheid speelde een gevaarlijk spel met onze rechten en onze vrijheden. En daarom zit ik nu hier. Ik had de boete kunnen accepteren en kunnen betalen. Dan was het ook een stuk gemakkelijker geweest. Maar ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken. En wat mij de afgelopen jaren is overkomen, heeft mijn kijk op Nederland veranderd. Het land dat ik kende als een plek waar mensenrechten werden gekoesterd,
lijkt te veranderen in een land waar kritische stemmen worden gemonitord en onderdrukt. Nederland was ooit trots op zijn vrijheden. Maar hoe vrij zijn we nu nog als vreedzame demonstranten worden vervolgd en het recht om te demonstreren steeds verder wordt ingeperkt? Tot slot wil ik mijn dank uitspreken aan het Hof. Hier heb ik nu de ruimte gekregen om mijn verhaal te doen. En dat is van onschatbare waarde in een tijd waarin het voor veel mensen moeilijk is om hun stem te laten horen. En ik hoop dat mijn woorden niet alleen gehoord worden, maar ook bijdragen aan het behoud van een samenleving waarin iedereen vrij is om zijn mening te uiten zonder angst voor repressie. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw. Dan is het ook wat dat betreft nog een klein beetje goed gekomen. Ik herinner me nog dat ik naast u zat tegenover de wraakingskamer. Ja. En dan is het goed dat u deze woorden nog even uitspreekt. Dank u wel. Ik ga het rijtje maar af, meneer. Ja, u zit niet bij een microfoon. Er zitten wel mensen boven, dus die zijn wel afhankelijk van dat er via de microfoon wordt gesproken. Maar er zijn losse microfoons ook. Ja, zo kunnen we het ook doen. En dan staat voor de meneer, zet u ze... Als die weer terugkeert. Ik weet niet of die daar vandaan kwam. Is dat zo, ja? Oh ja, ja. Nou, zo kan het ook en dan kan die steeds een stukje worden verplaatst. Ja. Meneer de voorzitter. Waar komt dat geluid? Ja. Hier, Claudia Berghout. Even kijken. Ik begreep dat er nog een repliek en dupliek zouden dit komen. Dit is dupliek. En met de gelegenheid om dat meteen te combineren met het laatste woord. Mevrouw Duinker die wil heel graag weg. Ze voelt zich niet lekker, maar is toch gebleven. Dus het verzoek namens haar is of zij dan voor kan gaan, zodat zij naar huis kan. Ja, dat nou... Met genoeg. Nou, kijk eens, dat vinden de anderen ook nog goed. Maar voor haar is het dan het laatste woord. Zeker, ja. En daarom was ik nog even me niet aan het richten tot uw cliënt, ja, omdat dat het laatste woord is. Ja, en ja, ja. Nou ja, ik probeer het voetje in die zin een beetje consequent af te wikkelen. Maar mevrouw Duin, u mag voor. Dank u wel. Maar dit gaat nog wel, mevrouw Duin. Ja, het gaat nog wel. Ja. Ga ze gang. Sowieso even vragen of mijn vorige pleidooi gewoon herhaald ingevoegd kan worden. Wat zegt u? Mijn vorige pleidooi van de vorige zitting. Ja, dat zit al in uw dossier. Ja, oké. Okay. En u wilt daarna verwijzen als onderdeel van uw standpunt hier? Ja, ja. Wordt genoteerd. Oké, okay. En voor een lokale ramp, even antwoordend op jullie, moet je GIP 4 uitroepen. Goed, daar gaan we. Het feit dat we hier zitten bevestigt mijn punt dat ik maakte door te demonstreren. De demonstraties waren om op te roepen de rechtsstaat te respecteren. Dat de hele justitiële keten wordt ingezet om vreedzame demonstranten te vervolgen bevestigt dit punt. Het feit dat u, rechters, de advocaat-generaal niet al in eerste instantie vraagt wat we hier doen, geeft al aan dat de rechtspraak een groot probleem heeft. Deze zaak is een voorbeeld van het inhoudsloos maken van het demonstratierecht. In mijn vorige pleidooi is onomstotelijk vastkomen te staan dat zowel Halsema als Kukenheim valsheid in geschriften hebben gepleegd. Enerzijds door het Nobevel te antidateren, anderzijds door Kukenheim aan te wijzen als bevoegd gezag die dag zonder dat er geldige reden voor was. Vandaag kom ik met sluitend bewijs dat er zeker sprake is van misbruik van bevoegdheden. Ondanks dat de gemeente blijft weigeren de eerste versie van het veiligheidsrisicogebied besluit opnieuw openbaar te maken. Het stond namelijk al kort op de website omstreeks 12 uur op 28 maart 2021. Kunnen we door middel van deze laatste toevoeging van dit WO-stuk vaststellen dat er geen aanleiding was om een VRG aan te wijzen. De eerder geopenbaarde e-mailcorrespondentie deed dat al vermoeden. Maar deze e-mail van 1 april 2021 bevestigt het, zie afbeelding. Quote, uiteindelijk werd het zaterdag alsnog geadviseerd zonder dat er nou echt nieuwe info was. Althans, dat bleek niet uit de onderbouwing van de politie. Einde quote. Waarom is dit zo relevant? Halsema heeft zich lange tijd verzet tegen het openbaren van een politieverslag. PL 1300 2021.
enzovoort. Ja. werd uiteindelijk toch openbaar en hier zagen wij inderdaad geen aanleiding voor een VRG in. Nu dit WO-stuk het bevestigt dat ook de gemeente en de politie zelf geen aanleiding zagen, kunnen we niet anders dan vaststellen dat er sprake is van détournement de pouvoir. Het lichtzinnig inzetten van noodbevoegdheden is een zeer ernstig misdrijf, omdat daarmee het vertrouwen in het openbaar gezag ernstig wordt ondermijnd. Voor de volledigheid zie afbeelding. De aanhef boven het VRG-besluit van 28 maart 2021 staat burgemeester en geen lokale burgemeester, terwijl in de ondertekening dan weer wel lokale burgemeester staat. Let wel, dit is al een tweede versie, er was kennelijk veel meer mis. Zie afbeelding. Op het eerste besluit dat werd opgesteld op 27 maart 2021 stond de ondertekening al vast op morgen. Hoe is dit mogelijk? Wie zet die handtekening? Zie afbeelding. Zo werkt dat dus. De besluiten worden niet alleen voorbereid door de administratieve hulp, maar ook ondertekend en voorzien van handtekening en datum, allemaal digitaal. Als het dan allemaal zou kloppen, zou je kunnen zeggen, het hoort niet, maar het is niet strafbaar. Dat is hier evident anders. Deze besluiten worden op schrift gesteld, zodat ze toetsbaar zijn. In de eerste plaats door de gemeenteraad en eventueel door bestuurs- of strafrechter. Welke versie is nu ondertekend? Welke versie is het VRG op gebaseerd en het noodbevel? Dat Jan-Jaap Smilde, officier bij het Openbaar Ministerie, die nog de laatste hand legde aan het noodbevel, de exclusieve bevoegdheid van de burgemeester. Dat deze J.J. Smilde ook het gebiedsverbod heeft geschreven en waarschijnlijk ook dit VRG-besluit of minimaal heeft nagekeken en feedback gestuurd, laat zien wat de echte reden van het noodbevel was. Namelijk het succesvol kunnen vervolgen van demonstranten, daarmee staat détournement de pouvoir vast. Maar het wordt nog veel erger. Omwille van de beeldvorming moest de demonstratie op het Museumplein eerst worden aangepakt. Dat is natuurlijk een strijd met het demonstratierecht, waar de burgemeester niet mag ingrijpen om de inhoud van de demonstratie. Te lezen in het WO-stuk hieronder. Zie afbeelding. Voor optreden op het Museumplein wordt gekozen vanwege het beeldbepalend karakter van het Museumplein. Dat was een quote. Ook hebben wij opnieuw gevraagd om de droombeelden van 28 maart 2021. De politie antwoordde dat deze niet meer beschikbaar zijn. Ook dit is wellicht een misdrijf omdat hiermee optreden van de politie niet meer te controleren is. Terwijl vaststaat dat er geweldsmiddelen zijn gebruikt. Quote, voor beeld- en geluidsopnamen die zich bij een opsporingsinstantie bevinden gelden de bewaartermijnen van de wet politiegegevens WPG. In geval van opsporingsonderzoek tot vervolging heeft geleid, betekent dit dat beeld- en geluidsopname een half jaar nadat het onherroepelijk over de strafzaak is beslist, wordt verwijderd. Artikel 9 lid 4 WPG. En vervolgens na 5 jaar vernietigd. Artikel 14 lid 1 WPG. Zie link. Dat de droombeelden zijn verwijderd, dat zou kunnen, maar dan zijn ze vernietigd en dat is hoogst ongeloofwaardig. Door het achterhouden van bewijsmateriaal begaat de politie een opdracht van het OM een misdrijf. Ik heb een requisitoor van 17 oktober 2024 doorgenomen. Ik neem aan dat de advocaat-generaal niet opnieuw dezelfde fouten maakt vandaag. Maar om er zeker van te zijn, wil ik nog een paar opmerkingen hierover maken. En dat hebben ze wel gedaan, want ze hebben het gewoon weer gedaan. Niet op hun vingers getikt dit keer. Punt 1. Eerder demonstraties kunnen niet zomaar als reden worden aangehaald. Er moet bewijs zijn dat de groep hetzelfde is. Dit staat in de Guidelines for Peaceful Assembly, opgesteld door de Venice Commission, en geldt als het Europese handboek van regels omtrent demonstraties. Punt 2. Er wordt gesproken over relschoppers, die waren die dag niet aanwezig. Dus de relevantie, anders dan de negatieve beïnvloeding van het Hof, ontgaat mij. De vraag die wel naar voren komt, is er gebruik gemaakt van de beruchte Facial Recognition Database. Dat zou namelijk in strijd zijn met de guidelines eerder genoemd. Mocht dit zo zijn, waar staat dat in het bijzondere opsporingsbevoegdheden dossier? Daarnaast heeft Amnesty dit veroordeeld en roept op om dit soort praktijken direct te staken, zie link. Punt 3. Er wordt over een fenomeenanalyse gesproken door de NCTV. De NCTV was nauw betrokken bij het bestrijden van vreedzame demonstranten en deed dat via de contra-terrorisme, extremisme, radicalisering arm van het OM. Die stond onder bevel van de NCTV. Is dat hier ook het geval? Punt 4. Er werd ook gesproken over defendgroepen, maar dat kan niet de reden voor een algemeen noodbevel zijn. Op 2 januari 2022 werden bijvoorbeeld wel 3 specifieke noodbevelen gegeven, waarvan 1 was gericht tegen de defendgroepen. Daarmee staat vast dat op 28 maart niet aan de subsidiariteitseisen is voldaan. Op 21 februari 2021 is er naar mijn weten geen noodbevel uitgevaardigd. Wat was er anders op die datum? Punt 5. Ook kwam de grote leugen over de acute ramp door COVID-19 weer naar voren. Los van of er een echte probleem was in de gezondheidszorg, het OM kan niet met droge ogen beweren dat er een acute ramp was door het niet volgen van de 1,5 meter om daarna iedereen in bussen te proppen.
Juist de WOM beschikt over het criterium volksgezondheid, het noodbevel, niet. Dat is namelijk alleen voor acute rampen. Daarnaast is het noodbevel vanuit de gemeente en niet vanuit het OM. De gemeente Amsterdam vond de 1,5 meter geen reden om een demonstratie te beëindigen. Laat staan een acute ramp. Zie citaat parool aangaande de BLM-demonstratie op 1 juni 2020, zie afbeelding. Punt 6. Uit het verhoor van Kukenheim, maar ook in de woostukken en in het aangehaalde requisitoor is niet op te maken of de demonstratie is ontbonden. Wel is er veelvuldig te lezen over de WOM-brieven, etc. Het is dus zeer ongeloofwaardig dat de demonstratie is ontbonden op basis van een WOM. Punt 7. Het OM beweert geheel tegen de jurisprudentie in dat er geen tijd tussen ontbinding en noodbevel moet zitten. Dat is toch wel erg frappant. Ik heb in meerdere woordstukken aangehaald dat de gemeente dat juist wel vindt. De termijn van 15 minuten wordt aangehaald. Met als reden dat er wel de mogelijkheid van effect van de eerste opdracht moet zijn. De rechtspraak gaat daarin mee, gezien eerdere vonnissen aangaande dit specifieke punt. Punt 8. Toch nog even die 1,5 meter in de buitenlucht. Ik neem aan dat het OM vandaag het onomstotelijk bewijs van effectiviteit in de buitenlucht komt, want anders gaat het hier dus niet om een gezondheidsreden, maar om autoriteitsreden. Punt 9, is het laatste punt. Het requisitoor bevat bijlagen, iets dat natuurlijk niet door de beugel kan, maar helaas steeds vaker wordt gebruikt door het OM. Hier kan de verdachte normaal niet meer op voorbereiden. Dankjewel. Oh, ga nog, sorry. Sorry, nog één pagina. En dan doelt u nu op de bijlage die bij het requisitoor van vandaag zat, hè? Ja, wacht even, maar is dat dan punt 10? Er staat bijlagen met een N, maar er is één bijlage. Ja. Gaat het hier hoor? Nee, dus. Ze past dat aan, mevrouw vindt. Één bijlage. Hij bedoelt dat arrest van Den Haag. Ja, dat is goed hoor. Ja, punt 9. Oh. Oh ja. Hier kan de verdachte normaal niet meer op voorbereiden en reageren en daarmee zit de strijd met de goede procesorde. Toch wil ik er voor een deel iets uitlichten, namelijk het vonnis van 3 januari 2024. Het OM voegt een incompleet vonnis toe. Dit is niet alleen onbehoorlijk, maar onrechtmatig. Het vonnis is niet gepubliceerd en geeft de indruk dat er wel mensen worden veroordeeld voor 28 maart 2021, ondanks de eerdere vrijspraken. Alleen is er niet te lezen welk verweer er is gevoerd in deze zaak. Is het noodbevel aangehaald? Is dat getoetst door de rechters, et cetera? Kortom, de zoveelste reden om het OM niet ontvankelijk te verklaren. Punt 10. Het geweld kwam zeker op 28 maart 2021, exclusief bij de politie vandaan. Dat het niet incidenten waren, bewijzen de rapporten meervoud van de VN. Zowel Meltzer als Forst hebben zware kritiek, niet alleen op de politie, maar zeker het laatste rapport van Forst gaat over de inzet en strafvervolging tegen vreedzame demonstranten en roept het OM op de wet te volgen. Demonstranten baseerden hun gedrag ook op eerder provocerend en excessief politiegeweld. 14 maart 21, Malieveld, was op dat moment pas paar weken geleden. Ik was daar aanwezig. Daar werd een vrouw opzettelijk aangereden door een politiebusje. Een andere vrouw werd overreden door een ruiter van de politie. Ook duidelijk met opzet. Een man werd aan stukken gereden door een politiehond. Die hond werd gedwongen te bijten terwijl deze man al weerloos op de grond lag. Ook werd een man van zijn fiets geslagen met een knuppel en zelfs in de keel geraakt. Deze mensen hebben wekenlang medische hulp nodig gehad. Ook heeft de politie een vuurwapen gebruikt. Bij dit soort excessief en buitensporig levensbedreigend geweld is het niet meer dan redelijk om in de bescherming van de groep te blijven in plaats van je leven te wagen en van het museumplein af te komen met het risico in het ziekenhuis te belanden. Zonder een herhaling te willen vallen, doe ik opnieuw een dringend oproep op artikel 162 strafvordering. Alle ambtenaren van griffier, rechter, officier tot aan de parketpolitie hebben deze plicht. Het is niet zoals een niet-beëdigd burger een optie om op te treden na kennisneming van strafbare feiten. Een ambtenaar moet optreden. De wetten die hier zijn overtreden, gemeentewet 151b aangaande het besluitveiligheidsrisicogebied. Gemeentewet artikel 77 aangaande het vervangen van de burgemeester en gemeente. Wet artikel 175 aangaande het noodbevel. Omdat de gevolgen zijn geweest het wederrechtelijk ontnemen van de vrijheid van ruim 300 mensen en het gebruik van waterwerpers en knuppels op zittende ongewapende demonstranten en de vervolging van deze 300 mensen op valse gronden. De strafbare feiten worden onder andere beschreven door artikel 225, valsheid in geschriften. Artikel 361, verduistering door ambtenaar. Artikel 365, vrijheidsberoving door ambtenaar. Artikel 368, wetenschap van wederrechtelijk vrijheidsberoving door ambtenaar. Artikel 372, geweldsinzet van het waterkanon door ambtenaar.
ja, van strafrecht allemaal dus. Het gaat in deze zaak al lang niet meer om de schuld, onschuld van ruim 300 demonstranten. Denkt u nu echt dat ruim een kwart het er niet bij laat zitten omdat men geen boete wil betalen? Dit is een bijzonder principiële zaak. Als bestuurders wegkomen met dit soort misdrijven omdat de rechtspraak het toedekt, dan moeten we daar eerlijk over zijn en niet claimen dat Nederland een rechtsstaat is. Dank je wel. Zo. Dat is een hoog tempo voorgelezen, mevrouw. Ik heb een beetje haast. U heeft een beetje haast. En ik herkende ook wel dingen van de regiezitting. Ja. Heeft u toen ook betoogd, hè? Ja, iets uitgebreider de vorige keer. Ja. En hier zitten ook nieuwe stukken in. Ja, er zitten ook nieuwe dingen in. Goed, dat was uw laatste woord. Ja. En u wilt gaan, denk ik. Ja, heel graag. Dank je wel. En heeft succes mij, allemaal. Bedankt voor je tijd. Geen dank. Wij doen ons werk. Ja. U heeft mij horen zeggen op welke dagen er verder wordt gegaan. Dat is in uw zaak dus op die 13e november alleen sluitingonderzoek. En op 26 november 30:30. En moet ik aanwezig zijn op 13 november? Nee hoor. Nee, ik wil u zelfs aanraden om niet te komen. U heeft me eerder al vandaag horen uitleggen. U heeft me overtuigd. Ik wou dat het altijd zo makkelijk vindt. Dankjewel allemaal en succes. Ja, ik wou net naar u gaan kijken, meneer Kramer, want u had eerder gezegd dat u ook weg moest. En als ik dan even kijk naar de schappelijkheid van de anderen, dan zullen ze dat wel goed vinden. En dat betekent in uw geval een dupliek en een laatste woord, waarbij ik u ook in overweging geef om dat samen te nemen. Jazeker. Qua repliek, dupliek heb ik eigenlijk niks, want ik zie het standaardpatroon van reageren van het OM, waar we volgens mij niet zo heel veel aan hebben. Dan wordt het een herhaling van zetten. Dus dan laat ik dat achterwege en dan wou ik gelijk doorstappen naar het laatste woord. Ja, als u het goed vindt. In mijn laatste woord wil ik de coronademonstratie... Krijgen wij ook van u, hè? Dat zegt dat u? Krijgen wij ook van u. Zeker, ja. Digitaal, hè? Ja hoor, ja, ja. In mijn laatste woord wil ik de coronademonstratie in een bredere context plaatsen en aangeven wat mijn persoonlijke beleving daarvan is geweest en welke emoties en gevolgen de vervolging heeft gehad. Ik was een vreedzame demonstrant, zorgde niet voor verkeershinder, niet voor ongeregeldheden en was het ook niet van plan. Ook de volksgezondheid was niet in gevaar. Op dat moment, zo bleek al uit de eerste lijns rechtszaak waarin het OM dat verklaarde. Kortom, ik deed niemand kwaad en is do no harm niet de basis van onze grondrechten en rechten? Ik ben nu voor het eerst van mijn leven een verdachte in een strafzaak. Dat is een vreemde gewaarwording. Echter voel ik me eerder slachtoffer die kwaad en onrecht is aangedaan door een machtsmisbruikend regime. Het heeft me een groot gevoel van onrechtvaardigheid gegeven, waardoor ik nachtenlang slecht geslapen heb. Dat heeft mijn werk, mijn relatie en ook mijn privéleven is dat niet ten goede gekomen. Zelfs als we vrijgesproken worden van dit vermeende misdrijf, hebben mijn medeverdachten en ik zelf nog steeds verloren. Geachte rechters, u heeft de zeer belangrijke taak om namens vrouwen justitia de democratie te beschermen voor ons en ook toekomstige generaties. Vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid met risico voor een aantekening in het juridisch dossier is een groot teken van respect voor de democratie tegenover politie, justitie en de rest van de overheid. Wij deden niets verkeerd. We wilden alleen gezien en gehoord worden omdat wij ons oprecht zorgen maakten. Demonstreren is een grondrecht en is het allerlaatste middel in een democratie om ten einde raad je stem vreedzaam te laten horen. Het OM is in mijn optiek respectloos gebleken ten opzichte van die democratie. Heeft wetten terzijde geschoven, veel te ruim geïnterpreteerd of verkeerd toegepast. Dit terwijl de gemeente plus politie met het machtsmonopolie zeer terughoudend dient te zijn in het inzetten van hele zware middelen zoals een noodbevel. Door daar juist niet terughoudend in te zijn geweest, puur om bepalend te willen zijn
in het onderdrukken van demonstraties en onwelvallige meningen tegen de onterechte coronamaatregelen van de overheid. Daardoor is het OM zeer onrespectvol geweest naar de democratie. We voelen ons heel kwetsbaar tegen zoveel politiegeweld met schild, wapenstok, honden, paarden en waterkanonnen. Vele vreedzame demonstranten zijn blijvend verwond. Dit heeft ons hart gebroken. Wat doet het met de democratie als dit toegestaan wordt? Is vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid nou goed of slecht voor de democratie? Geachte rechters, u heeft gekozen voor de zeer belangrijke taak van vrouwen justitia om invloed te hebben op de democratie van de toekomst. Ik denk dat ik namens ons allemaal spreek als ik zeg dat ik hoop en vertrouw dat u zorgvuldig met deze enorme verantwoordelijkheid om zult gaan. Niet alleen voor ons, maar voor alle generaties die nog gaan komen. En dat is mijn laatste woord. Dat is uw laatste woord. Ja. Duidelijk. Komt uit de grond van uw hart, denk ik. Als ik het zo een beetje bekijk en beluister. Ja. En u wilde weg, hè? Graag. Ja. U heeft mij... De 26e november de uitspraak. Dat is de datum van de uitspraak. En die 13e, die heb ik wel genoemd, maar die kunt u vergeten. Om de reden die ik al genoemd heb en waarmee ik me meteen overtuigde. Ja. Goed. Denkt u dat u komt? Zegt u? Denkt u dat u komt voor die uitspraak? Weet ik nog niet. Het kost natuurlijk een heleboel tijd om vrij te nemen. Dus ik weet het niet. Ik hoor de uitspraak onderhand. En kunnen er geen invloed meer op hebben. Nee, behalve dan dat u wel binnen 2 weken in cassatie kunt als u dat wilt. Daarom zeg ik het ook maar. Goed. Laatste woord heb ik hier. Ja, mijn laatste woord. U maakt er maar dan gewoon een laatste woord van. Ja, ja. Het is... Ik heb dit niet zo voorbereid als wat u net heeft gehoord. Dus ik loop even door wat ik vandaag wilde zeggen. Ja. En dat doet u aan de hand van die aantekeningen waarmee u ook uw pleidooi hield eigenlijk. Ja. Ja. Dus, die krijgen we, die hand. Het is een handgeschreven. Per e-mail toesturen aan de griffier. Ja, dat is goed. Ik wilde het beeld neerzetten van dat... in Amsterdam er een soort van traditie is ontstaan van het verhinderen of saboteren of voorkomen van onwelgevallige demonstraties. Dus ik gaf voorbeelden van demonstraties uit het verleden, uit 1966 van de Vietnamoorlog, 1997 van de Eurotop. En dan nu dus ook in deze coronatijd, wat niet alleen geldt voor de gemeente Amsterdam, maar door het hele land, was het moeilijk of niet mogelijk om bepaalde demonstraties rond dit onderwerp door te laten gaan. Dat lijkt hier ook heel erg te gelden voor de zondag 28 maart. Daarvoor werden de demonstraties aangekondigd. Maar die werden dan op het laatste moment toch weer, hoe zeg je dat, ontbonden. Dank je. En illustratief vond ik dan ook de afwezigheid van de burgemeester op de bewuste dag en haar nogal felle reactie toen ze daarop werd aangesproken, dat ze afwezig was op die zondag 28 maart 2021... in de gemeenteraadsvergadering van 5 april 2023. Een gebrek aan herinnering heb ik dat genoemd. Het noodbevel... zo stel ik vast, is onrechtmatig. Het is slecht onderbouwd. Er was een
kans op ordeverstoring, maar er was niet daadwerkelijk een ordeverstoring. En aannemelijkheid dat die kans er was, die mis ik in de woorden van het Openbaar Ministerie. En dan zit je met wat door de burgemeester zelf echt een soort laatste redmiddel is om je te uiten in kwesties die je zeer aan het hart gaan, waarbij je het niet eens bent met het bestuur of de overheid, die je dan op dat moment worden ontnomen. En dat gebeurde ook in een klimaat waarbij de media heel erg de lijn hebben gekozen van de overheid. We hadden een Volkskrant en een Telegraaf hoofdredacteur die ook daadwerkelijk hebben toegegeven dat ze in lijn met het bestuur in Den Haag hebben gerapporteerd in hun media. En dat soort berichten waren er nog veel meer. En op de sociale media gold ook een grote mate van censuur, zodat er niet zo gek veel meer overbleef als je als burger medeburgers op de hoogte wilde stellen van de zorgen die je had op het gebied van de coronamaatregelen. En dan zeker op het moment dat de betogingen plaatsvonden, zo rond 28 maart 2021... gold dat voor de, wat is gaan heten, de vaccinaties. Maar het was eigenlijk, is dat een misplaatst woord. Het ging hier om gentherapie en om, in ieder geval om nieuwe technologie. Om die reden stond ik daar. Dus ik heb mijn veroordeling aangevochten en in een poging om eigenlijk het vertrouwen weer een beetje terug te krijgen in de rechtsstaat. Want een marginale toetsing van het noodbevel, om daar op basis daarvan een strafblad te krijgen, dat is onverteerbaar voor mij. Dus om die reden kan ik me niet anders voorstellen dat hieruit vrijspraak volgt. Dat laat ik uiteraard aan u. En dan gaat het me vooral erom dat u bevestigt dat het demonstratierecht met dit noodbevel is geschonden. Dat waren mijn laatste woorden. Duidelijk, meneer. Dan kom ik bij uw buurman, meneer Koen. Goeiedag. Ik wil het nog naar voren brengen. Ja, zoals we al een keer horen hier in de zaal, hoe het eigenlijk gaat. De overheid is je grootste vijand. Vooral als je met OM krijgt, de burgemeester, de driehoek, WOP, die helemaal niet bevoegd waren eigenlijk door de papieren die ik net heb ingeleverd bij je. In 2020 waren ze niet meer bevoegd. Dus dat is getekend door de rechtbank en de notaris op waarheidsbevinding. Dus alles wat hier speelt, klopt niet. En iedereen hoort gewoon vrijspraak te krijgen. Dat is mijn laatste woord. Ja, duidelijk. Die kan maar. Ja, maar iets minder verbijsterd dan de vorige keer. Hè. Verbijstering is natuurlijk in mijn optiek het leven, als je geboren wordt, maar ook het sterven. Het is eigenlijk, als je dat onder ogen ziet, is dat iets verbijsterend. En daar kun je natuurlijk voor vluchten, bijvoorbeeld door in de techniek, hè, of misschien ook in de rechtspraak, in regels. Je kan ook kunst en literatuur gebruiken. Dan is het eigenlijk een sublimatie, hè, van verbijstering. En dan kan je er uiting aan geven. En filosofie, dat probeert woorden te geven aan die verbijstering. Niet om die verbijstering te ontvluchten of te sublimeren, maar om het juist in die verbijstering uit te houden.
Dus dat is filosofie eigenlijk, hè? Dus ja, daar heeft die coronatijd, ik ben heel erg verbijsterd, ook over die genocide en al die dingen die waar je verbijsterd over raakt. Maar ja, filosofie is voor mij dan toch een beetje een soort redmiddel, zullen we maar zeggen. Ik blijf in die verbijstering, maar ik hou het er gewoon nog even uit. Ja, en wat betreft... Ja, ik vind het geweldig wat ik allemaal gehoord heb. Word ik wel ook weer een beetje verbijsterd van alles wat ik hoor en zie. Maar ja, wat betreft het winnen en verliezen van zo'n zaak... het zal jullie niet verbijsteren, maar ik hoef het niet te winnen. Hè, dat is ook al vaker gezegd. En als pingpongtrainer... Nou, ik heb misschien wel 5000 potjes pingpong gespeeld. En ik vind het eigenlijk ook leuker om... Minder dan te laten winnen. He, dus in dit geval mogen jullie gewoon winnen. En dat is mijn laatste. Hou ik het nog even uit in de verbijstering. Ja, ik had u eigenlijk het allerlaatste woord moeten geven. Dan hadden we een dagsluiting gehad. U bedoelt iets godsdienstigs of ja, zo? Het is heel beschouwelijk, zeg maar. Ja, maar dat was uw laatste woord. Nou ja, God heeft uiteindelijk het laatste woord. Ja, ik bedoel de hemelse rechter. Juist, ja. De vredevorst. Ja, ja. Even kijken. Mevrouw en meneer. Een van u beiden of allebei? Allebei wel even. Allebei wel even. Ja. Kunnen we meneer ook nog even aan het woord horen. Maar u begint, mevrouw. Graag. Ja. Ik zit in rijen, anders had ik... Ja. Goed, het is goed dat we hier zijn om ook hier onze stem te kunnen laten horen en u inzicht te geven in het recht welke niet meer recht is. Wat er is gebeurd tijdens de hele coronaperiode was niet rechtvaardig. Het gelijkheidsbeginsel totaal zoek. We zijn tot slachtoffer gemaakt. Onderbroken. Ja, hij valt af en toe even weg. Jammer. We zijn tot slachtoffer gemaakt. Kijk, nou, ik het zo oplees, is wat je zelf ervan maakt natuurlijk. Maar de termen die nu volgen, die waren zeker wel aan de orde. Discriminatie tussen wel of niet gevaccineerd. De polarisatie. Mensen stonden lijnrecht tegenover elkaar. Vriendschappen verbroken, familiebanden. Aan alles werd getornd in de zin van... Ja, de provocatie, het dreigen tot uitsluiten, het vasthouden, de verplaatsingen, de mishandelingen, de verplichtingen, ministers met dreigende uitspraken. Nou ja, ga zo maar door. Het is nogal wat. Instanties als Amnesty International en Niels Meltzer, veel al besproken, maar de vraag is eigenlijk, wat doen we ermee? Wat heeft het voor zin dat die instanties nog bestaan? We luisteren aan en we gaan door met onze oogklep op een beleid wat we uit willen voeren. En is dit in ons land? Het moet duidelijk zijn dat de zo ingeslagen weg niet de juiste was en dat dat gestopt moet worden. Het gaat om onze mensenrecht. Het gaat om onze toekomst. De toekomst van onze kinderen, van onze kleinkinderen. Het gaat ook om u, naaste. Je eigen lichamelijke integriteit behouden. Dat is dat we in een democratisch en soeverein land kunnen wonen. De grondwet en de wetten van de EVRM nageleefd worden. Vandaar vraag ik u om alle informatie goed door te nemen. De beslissing goed te overwegen. Voordat u een o zo belangrijke uitspraak gaat doen. Niet normaal maken wat niet normaal is. Wie zei dat ook alweer? Decreet liefde, vrijheid, geen dictatuur ging net door mijn hoofd. En dat is echt een veelzeggende kreet om mee te eindigen. Ik kijk uit naar vrijspraak en loslaten. Dit heeft te lang geduurd. Dank u voor uw aandacht. En dan uw man. Nou, zo lang heb ik het gelukkig niet. Maar nou, ik ben 61 jaar. Ik ben nooit in aanraking geweest met de politie. Ik heb een verantwoordelijke baan. Ik rijd op een tankauto en ik vervoer LPG voor de benzinepompen. Dus ik wil geen
strafblad voor eventueel om ergens anders wil gaan werken met gevaarlijke stoffen. Ik heb daar gelopen op het Museumplein voor mijn dochter, dat zij later ook in alle vrijheid kan leven zonder maatregelen zoals de lockdown en zonder prikken. Die waren opgelegd. Wij zijn eigenlijk al genoeg gestraft omdat wij vrienden en familie zijn kwijtgeraakt. En omdat wij al plusminus 3 jaar bezig geweest zijn met deze zaak. En dat kost veel tijd en energie. En ik hoop en ik vraag u om ze overwogen beslissing te nemen. Dat was het. U zegt veel mensen kwijtgeraakt. Heeft het ook met corona te maken? Of... Ja. Ja? Ja, vrienden die dan ineens niet meer komen natuurlijk, omdat ze bang zijn. En we hebben dan, ik wil het eigenlijk niet zeggen, maar ik zeg toch, we hebben in onze kennissenkring even een jongen zelfmoord gepleegd. Omdat hij opgesloten zat en niet zijn energie kwijt kon. Dus ja, en dat maak je dan mee. Ja, ja, dat zijn indringende ervaringen. Ja. En ook dus dat meningsverschillen tot ja. Verwijdering leiden. Ja. Ja, ja, dat is... Een van de gevolgen die corona ook heeft gehad. Hè? Ik zie dat het uw vrouw nu ook emotioneert. Corona heeft ook in dat opzicht veel teweeg gebracht. Nou, goed. Dat is niet zozeer corona. Dat geeft u nu zo een draai aan corona. Het is zo... Dit zijn de maatregelen die het ertoe doen. Ja, het is in het kader van corona. Ja. Precies. En het beleid wat uitgevoerd is, wat pas ergens in 2027 is geanalyseerd gaat worden. En dat dossier gaat zo de la in. Ja. Dus dan hebben we het er niet meer over. En daarover waren de grote meningsverschillen. Ja. Mevrouw Berghout, uw cliënte mevrouw Mommel. Doet u namens haar het laatste woord? Bestaat er geen behoefte aan? Sorry? Of bestaat daar geen behoefte aan? Nee, daar is geen behoefte aan. Moeten we nog rekening houden met de mogelijkheid dat zij zelf het laatste woord wil doen op 5 november? Nee, zij wil niet op zitting verschijnen. Nee. Geen dus ik heb u zitting. Nu dan de gelegenheid gegeven voor het laatste woord. Ja, en eigenlijk persisteer ik bij wat er eerder over... Maakt van het laatste woord als zodanig eigenlijk geen gebruik. Ja. Nou, mevrouw Van Zijl, het was denk ik een lange vermoeiende zit voor u. Valt het mee? Ja, gaat het? Ja. Nou, ik heb niet zoveel voor wat het laatste woord. Kwijt? Nee. Maar ik had wel één ding. De filmpjes die mijn raadsgever ook ingeleverd heeft. Daarop is ook te zien dat tijdens de 28-3 demonstraties... buiten het gebeuren... heel veel mensen stonden, er was heel veel publiek wat toekeek. Dat publiek dat stond allemaal zo'n beetje schouder aan schouder. En de zittende mensen werden aangehouden en afgevoerd. En het publiek werd totaal ongemoeid gelaten. Dus als die anderhalve meter zo belangrijk was, waarom is het publiek dan niet aangehouden? Die deden precies hetzelfde. Die stonden alleen maar toe te kijken, schouder aan schouder. En dat waren er best veel. Dat is op die filmpjes ook te zien. Tweede punt is dat ik mij wil aansluiten bij de verklaringen van Miranda. Als je dat goed vindt. Ja. En bij en ook van meneer Jebbink. Ja, met verklaring bedoelt dan hun standpunt. Ja, de standpunten, dus hun verhalen. Dat die ook... Ja, want verklaringen lopen uiteen natuurlijk. Ja, oké, maar... Maar ja, ik vraag het even voor de zekerheid. Ja, oké. Maar het bedoelt met name hun opvattingen, hun meningen die ze hier naar voren hebben gebracht. Ja. Wordt genoteerd, mevrouw. Oké, dank u. Ja. Dan heb ik nog eventjes een puntje, dat is voor mij vrij moeilijk... U heeft in het begin van vandaag iets gezegd over, tegen iemand, ik weet niet meer wie, wat betekenden de coronamaatregelen voor u? Daar wil ik toch even op inhaken. De waarde van dit laatste woord is, dat wil ik wel benoemen.
Kijk, we voeren vandaag een hele technische discussie, soms op het scherpst van de snede, over het juridische en over het feitelijke. Maar wat u zichtbaar maakt is met wie we eigenlijk te maken hebben. En dat wordt natuurlijk in zo'n debat als dat hier gevoerd wordt tussen het OM en de verdediging niet zo heel snel zichtbaar. En dat heeft u alsnog wel gedaan. En dat is daar denk ik de waarde van. Oké. Was er nog meer wat u kwijt wilde? Nee. Nee? Dus dit was uw laatste woord? Ja. Dan sluiten we het af. Goed? Oké. Ja. Meneer Van. Ja. Ik wou nog zeggen dat ik blij ben dat u in uw voorbereidende mail aan de raadslieden heeft toegezegd dat u dat er wordt stilgestaan bij de bewijskwesties die verband houden met 1, de kenbaarheid van het noodbevel. Ja, dat was mij niet kenbaar. Ik denk dat dat ook wel uit de beelden blijkt dat dat niet zo was. En ik wil dus me ook aansluiten bij de woorden van de heer Jebbink. Zegt van, er was dus geen, er is geen sprake van een aanvaardbare inbreuk op het. Nou, op het nee. Ik krijg even de vraag ook nu weer van een collega. Ik vergeet het elke keer de vraag. Gaat u ons iets overleggen op papier? Nee. Dat niet. Nee. Maar het noodbevel was dus niet kenbaar. Ik bevond mij niet op een plaats waar iets hoorbaar was. In ieder geval niet op het museumplein of op hoorbare plekken op het museumplein. Ik heb wel gedemonstreerd op een door mij gekozen plek, maar dat was niet op het museumplein. Ik ben later op het museumplein gekomen en ik beroep me dan ook op het feit dat er dus na de artikel 184 nog mensen op het museumplein zijn gekomen die per abuis ook zijn aangehouden. De dynamische aanwas en ja, ik ben daar één van. Dus ik ben niet op het museumplein geweest toen er een noodbevel werd afgekondigd. Daar is ook geen enkele aanwijzing voor. Ik had het kunnen aantonen op het moment dat de dronebeelden beschikbaar waren. En ik wil dus ook, ik vind dat ik onevenredig in mijn verdediging ben geschaad. Omdat ik niet kan aantonen dat ik daar niet was. En daar is ook, daar is ook geen enkel bewijs voor. Dus vrijspraak. Ik beroep me ook op artikel 27, dat ik zodoende ten onrechte ben aangemerkt als, als verdachte. Dus ik beroep me... 27 strafvordering. Ja, strafvordering. Ja, klopt. Ja. Ik beroep me dan ook op artikel of op arrest 23.002.814.22. Dat gaat ook over 28 maart. Het dossier bevat onvoldoende bewijs. Dat om vast te stellen dat de verdachte die op zijn gekozen plek stond, dat op of in de omgeving van het Museumplein in Amsterdam was toen de politie namens de burgemeester had bevolen het gebied te verlaten. Het enkele feit dat ik als verdachte later in dat gebied met de daar aanwezige demonstranten op 28 maart aangehouden ben, medegelet op de verklaring die daarover is in hoger beroep is afgelegd, is daarvoor onvoldoende. Ik beroep me ook op het arrest 23.000.26222. Er is onvoldoende gebleken dat het daadwerkelijk is geprobeerd om kort gezegd de openbare orde te handhaven, dan wel te herstellen met toepassing van de bevoegdheden die zijn gegeven die aan het OM zijn gegeven in de WOM. Deze herstelbevoegdheden zijn niet gebruikt. Het niet gebruiken van de gegeven bevoegdheden waar dat wel de zaakjes eerst had gemoeten, komt voor rekening en risico van de voorbereidende juridische medewerkers binnen het OM of de driehoek die kennelijk de wet niet kennen. De rechtmatigheid van het noodbevel in het kader van de subsidiariteitstoets kan niet worden vastgesteld. Het OM legt zich met het intrekken van de cassatie definitief bij deze conclusie neer. Het noodbevel was niet subsidiair, zo staat dus definitief vast. Deze Kamer, deze officier van justitie
En deze samenstelling van voorzitter kunnen hieraan niets meer veranderen. Ja, dat is eigenlijk het, het belangrijkste. Ja. Ja, ik hou het verder kort. Ja, ik ga niet in op verder de maatregelen of wat het heeft gedaan in mijn leven. Dus ik hou het hierbij. Ja, weet u zeker? Ja. Dan was dit het laatste woord. En denk ik ook het allerlaatste wat in ieder geval door de mensen hier aanwezig gezegd is vandaag. Ik dank u allemaal hartelijk voor uw komst. Ik zeg nog één keer wat de route van de zaken is. Ik heb al wel gezegd welke zaken die afwijkende route volgen. Laat ik het zomaar noemen van 5 november. En behalve die zaken die ik zojuist noemde, gaat alles naar die datum van sluiting. 13 november. Ik heb al gezegd, wij zitten hier even en zeggen dat alle onderzoeken gesloten zijn. Dus komt u daar vooral niet voor. 26 november, 12:30 in de middag. Hier in dit gebouw wordt er uitspraak gedaan. Goede reis naar huis. Het gaat hier vandaag over saamhorigheid. Dag zonder hemel. Ligt niet. Normaal maken is wat niet is normaal. Every nation in every region now has a decision to make. Decision to make. En dan ook geen hel meer. You think I'm joking? Predator drones. Dat is best makkelijk. You will never see it coming. Wat dacht je alle mensen? Laat staan dat ik kan ingaan over vuur. Bezig met vandaag.